Toen ik mijn koffer ging inpakken, kreeg ik een aantal appjes van haar dochter. En die zeiden, please don't go, I'll miss you, come back soon. And can you please play with me and bake? En toen ik dit las, toen dacht ik echt van, volgens mij is dit door Lily geschreven. Puur omdat ze is 8 jaar en er zitten 0 schrijffouten in. En die afkortingen, ik denk dat weet een meisje van 8 toch nog helemaal niet. Even kijken. Ik vind het best wel heftig dat Lily dat via de telefoon van haar dochter naar mij stuurt. Maar ik denk dat het voor haar echt pure wanhoop was. En een manier was om toch te proberen of ik niet kon blijven. Bevestigt voor mij van, oké, het is een goede beslissing, want je wordt weer gemanipuleerd.